naam is Johan Verwij. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met het concept Student Experience. We zijn hier aanwezig bij Student Experience. Dit is het derde complex wat we hebben in Amsterdam. We zijn begonnen op de Zuidas. We hebben ondertussen 1700 woningen in beheer. En wij voorzien in het huisvesten van studenten. De gemeente die heeft een beleid geschreven en daar was een woningtekort voor studenten van ongeveer 9000 woningen. Ze hebben gevraagd of er particuliere initiatieven konden worden ontplooit. Daarom zijn wij er ook in gestapt. We zagen daar kansen in het vastgoed. Het concept houdt in dat je dus niet alleen een sleutel krijgt van een woning, maar dat je daarnaast allerlei faciliteiten hebt binnen het pand. En dat het veel meer servicegericht is. Dus wij hebben 24 uur bewaking. We hebben huisartsen die hieraan verbonden zijn. We hebben dining rooms waar je gewoon allemaal gebruik van kan maken. We hebben sportfaciliteiten. Onze gimmick is het basketbalveld op het dak. Die zie je op al onze panden terug. 5 jaar geleden toen ik begon was ik een van de weinigen. En na de opening van ons eerste pand op de Zuidas zagen we ook buitenlandse investeerders naar de Nederlandse markt komen. De asset studentenhuisvesting is nu ook een asset geworden binnen bijvoorbeeld pensioenfondsen. Dat betekent dat er veel meer partijen nu actief zijn en ook vinden dat de student met allerlei faciliteiten en een hogere kwaliteit, dat een waarde heeft. En daar zien heel veel investeerders op dit moment toekomst in. We hebben een goede ambitie in Nederland voor ongeveer 5000 appartementen. Dat betekent dat we naast Amsterdam ook naar andere steden gaan. Dan moet je denken aan Utrecht, Groningen, Delft, Leiden. Daar lopen nu ook gesprekken en we hebben een aantal locaties waar we mee bezig zijn. Daarnaast hebben we nog een wat meer Europees plan, waarbij we bezig zijn in Duitsland en met name in Spanje. De tip die ik het belangrijkste zou vinden is, ga er naartoe. Ga gewoon ook echt kijken wat daar speelt en met name de gewoontes en cultuur niet proberen te veranderen. Accepteer hoe het daar gaat en pas gewoon je concept daar omheen aan. En dan komt het allemaal dik voor elkaar.